Meer dan 1000 pinpassen zijn de afgelopen maanden geskimd. Ook in Utrecht zijn de skimbendes actief. Beveiligingsbedrijf Currens heeft het er maar druk mee. Skimmen is in feite niets anders dan het kopiëren van de gegevens van de pinpas plus het kopiëren van de pincode. Als je die twee gegevens hebt, dan kun je een transactie doen. En als je hem zelf niet doet en dat wordt toch gedaan, dan is het meestal een crimineel die het doet. De meeste skimming die gebeurt, vindt plaats in buitensituaties. En dan moet u denken aan benzinepompen, kaartjesautomaten, maar ook geldautomaten van banken. Hè, dus de bekende flappetaps. Men plaatst een paslezer voor de invoermond. En men neemt middels een heel klein cameraatje het intoetsen van de pincode op. Skimmen gebeurt op verschillende manieren. Bij de meest gebruikte manier wordt een pinautomaat in een onbewaakt ogenblik bewerkt. Met trucs zoals over de schouder meekijken wordt vervolgens de pincode afgekeken. Ook wordt vaak gebruik gemaakt van minicamera's. Die leggen de pincode tijdens het intoetsen vast. Dit is bij een betaalautomaat van een bekende maatschappij neergezet. U ziet het, het is bedriegelijk echt. Dit is de invoermond. Hier steek je, laat ik zeggen, gewoon de pas in. Aan de andere kant bevindt zich hieronder het toetsenbord. En hier zit een minuscuul gaatje ter grootte van een speldenknop. En daarachter zit een klein cameraatje. En dat cameraatje neemt het intoetsen van de pincode op. Na enige tijd, als er voldoende mensen langs zijn geweest, komen de criminelen, trekken het ding weer van de automaat af. En met deze gegevens die ze hier hebben verzameld, maken ze valse passen. En met die valse passen neemt men veel in het buitenland weer geld op. Neem bij verdachte zaken tijdens het pinnen direct contact op met de bank. De gouden tip van Currens: scherm altijd je code af.